kop. Daar is Salah. Wordt Mbappé eerste kans uit de goal. De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club. We zijn toe aan de halve finales van het kampioenenbal. En één ding is zeker, geen Engelse ploeg in de finale op Wembley. Dat is al duidelijk. Arsenal werd uitgeschakeld tegen Bayern München. En ook de titelverdediger Manchester City ligt eruit, uitgeschakeld door Real Madrid. En ook voor Barcelona en Atletico Madrid eindigde het Champions League verhaal dit seizoen in de kwartfinale. Wel nog op koers om de finale te halen zijn Frankie van der Elst en Wesley Song. Dag mannen. Dag Nico. Nicola. Het kan nog, het kan nog. Maar meteen ook maar ter zake komen. Liggen jullie nog op koers om de pronostiek te winnen? Nee. Dat was een retorische vraag. Met City. Nee, ik weet het oprecht niet meer. Allebei City? Nee, echt waar. Nee, echt waar. Jongen, toch. Nee. Nee, meen het? Ik lig er ook uit. 100% dat je er... Nee. Ik wist van jou dat Arsenal... Ik denk dat er een stuk of 5, 6 ineens... Ja, de meerderheid is uitgeschakeld. Ja. Oké, goed. Maar niet echt een probleem, denk ik. Blijf er nog 3 over. Ja, wie weet je? Karel Dirksen, Michael van Varenberg en Jonas Maas, denk ik. En Jonas Maas. Okay, de Michael met dus Peter PSG. Van den Bemt zei dus, inderdaad, je moet dus niks van voetbal kennen. Ik ga even de woorden herhalen van Peter. Ja, oké. Okay, wel, kijk, aan één van die drie. Want ze hebben al drie een verschillende ploeg, denk ik. Ik denk Real... Barcelona. PSG. En PSG. En, nee, Barcelona kan niet, hè. Nee, sorry. Ik dacht... Bayern, PSG en Real. Ja, goed. Goedemorgen. We zijn weer helemaal wakker. In elk geval, het waren wel boeiende kwartfinales. Hè? Veel goals gezien vooral. Ja, absoluut. Veel goals. Spanning, uiteraard. Het was niet dat er veel goals vielen langs de ene kant. Het was heel verdeeld, waardoor dat... Het spannen bleef tot op het einde. Zoals het eigenlijk wel moet. Maar wel zeer uitzonderlijke kwartfinales. Het is niet elk jaar zo spannend. Dus ja, hopelijk halffinales ook. Hè. Scores over de 2 matchen misschien een keer overlopen. Bayern-Arsenal 3-2. Valt nog mee, dat waren maar 5 goals over de 2 matchen gezien. Real City 4-4 over de 2 duels. Dortmund-Atletico 5-4. Mm-hmm. En dan PSG-Barcelona 6-4. Dus in totaal 32 goals in de 8 matchen. 4 heen en 4 terugwedstrijden. Een mogelijke verklaring las ik dan ook. Afschaffing van de away goal rules. Heeft dat er inderdaad mee te maken? Zien we dat nu eindelijk zijn resultaat hebben in dat vele maken van doelpunten? Ja, ik vraag dat zo soms aan gasten die nog spelen, die Europees zijn. Die zeggen ook toch wel, dat speelt toch wel een rol. Dat je opener vrijer kan spelen, omdat je weet als je er eentje tegenkrijgt, dat niet dubbel telt. Wat vroeger wel het geval is. Dus dat is volgens mij toch één van de belangrijkste zaken. De tweede, wat ik zie, is, en zeker omdat ik op de wedstrijd van PSG Barcelona en Barcelona PSG was, is de kwaliteit aan de bal, dat is waanzin. En ook een beetje toeval, denk ik. En snelle doelpunten vaak in de wedstrijden geweest. Waardoor de wedstrijd heel snel open kwam. Dus dat speelt ook wel een beetje mee, denk ik. De eerste kans binnengaan, dan krijg je direct al veel dynamiek in een wedstrijd. Ja, absoluut. En wat jij zegt, Wes, lijkt wel te kloppen. Want 18 van de 32 goals werden ook al gemaakt in de heenmatch. Dus er werd net iets vaker gescoord nog in de eerste wedstrijd dan in de tweede. Duels, zowat... Voor wat het waard is, een doelpuntrecord dus. Maar we gaan het programma van deze week er even bij nemen. De halve finales. Nog 4 ploegen zijn in de running voor de beker met de grote oren. Op dinsdag 30 april Bayern tegen Real Madrid. En Dortmund PSG 1 dag later. Dus de 2 heenmatchen van die halve finales worden in Duitsland gespeeld. Real en PSG spelen de terugwedstrijd in eigen stadion. En mannen, ik zei het net in de intro. Geen Engelse ploegen in die halve finales. Wel 1 Spaanse, 1 Franse en 2 Duitse ploegen. Dortmund en Bayern, en dan zeggen ze in Duitsland dat zijn dit seizoen niet eens de 2 best voetballende ploegen in de Bundesliga. Ja, en ik denk dat dat klopt ook. Ik denk dat dat duidelijk was, dat dat vooral Leverkusen was en ook Stuttgart speelt. Leipzig ook, bij momenten ook. Ja, ja, maar op een andere manier dan, inderdaad. Zoals we dat kennen, van de Red Bull. Ja, meer in de omschakeling. Ja, meer in de omschakeling, snelheid, intensiteit, tweede ballen en dan snel diep. Maar nee, dat lijkt wel te kloppen. Sowieso is Bayern niet aan zijn beste seizoen bezig. Dat weet iedereen ondertussen al. Leverkusen heeft het daar overgenomen. Maar goed, dat wil niet zeggen, omdat het niet de 2 beste ploegen zijn op dit moment van de Bundesliga,
dat niet één van de twee de Champions League kan winnen. En dan kijk je dan toch vooral naar Bayern, eerder naar Bayern dan naar Dortmund. Ja, een jaar of, wat is het, 12 geleden speelden ze allebei de finale zeker. Of nee, het was 2013, dus 11 jaar geleden. Met de goal van Robben? Ja, ja, inderdaad. Op, ook op Wembley. Gaan we naar een herhaling van dat scenario? Nee, zegt Wesley gedecideerd. Nee, ik heb wedstrijd gezien, PSG, Dortmund, in de groepsfase. Het verschil was veel en veel te groot. Ja. Ik begreep ook niet toen de wedstrijd die, waar Dortmund eigenlijk hoge pressing speelde, weg van hun goal. Maar de eerste goal die werd gemaakt is een 1-1 Hummels en Mbappé. Ik bedoel, hoe kan je het in je hoofd halen om in een wedstrijd te spelen op PSG, hoge druk, en dan wetende dat je op een gegeven moment, je weet dat een Mbappé altijd zo wat blijft hangen op de linkerkant, dat Hummels in een 1-1 komt tegen een Mbappé met nog 40 meter te gaan. Mm-hmm. Ja. Succes. Nee, maar goed, maar dat kan wel anders zijn nu. Dat kan wel anders zijn. Het is nu rechtstreeks uitschakeling. Dus het individueel talent, zeker als een Mbappé meedoet, want dat is wel het grote verschil. Ja. Als hij meedoet of niet, het is te groot. Het verschil. Dus ik denk dat PSG het gaat halen. Oké, goed. We gaan het chronologisch aanpakken. We gaan beginnen met de wedstrijd van dinsdag. Dat is Bayern-Real Madrid. Geen kampioen dus, zoals Frankie zei, in de Bundesliga. Dat is voor Leverkusen. Maar ze kunnen inderdaad toch nog een trofee pakken. Want anders is het een seizoen zonder trofee voor het eerst in 12 jaar. Maar dan moeten ze dus voorbij Real Madrid. Is Bayern de laatste weken wel weer op de goede weg? Als je naar de resultaten en het spel kijkt, of niet? Maar er is wat meer rust alleszins. Hè? Dat wel. Het elftal gekomen. Door de resultaten. Door de resultaten. Niet zozeer door de beslissing om Tuchel te gaan vervangen volgend jaar. Ook het voetbal jaar. Niet, vind ik. Maar er zit inderdaad er zit niet dezelfde scherpte in dan wat je wel zou kunnen verwachten, van Bayern. Musiala is ook nog een vraagteken of die er gaat bij zijn. Dus hopelijk voor hen van wel, want die hebben ze echt wel nodig, vind ik. Maar ik denk, ja, als je tegen Real moet spelen en je spreekt over Champions League, ja, dan spreek je over Real. De favoriete rol is wel bij Real. Hè. Ja, ik vond Bayern wel tegen Arsenal, die ze hebben verslagen met 1-0 in de terugmatch na 2-2 dus in Londen. Ik vond ze wel defensief heel goed. Arsenal staat er toch onbekend dat ze vlot en vaak scoren, maar ze kregen, zeker in de tweede helft, geen kansen meer tegen Bayern. Afgelopen weekend hebben ze 2 keer gescoord op corner, hè? Arsenal. Ja, dan maar dat doen ze alleen maar in de competitie. Ja, maar dat is wat ik nu wil zeggen. Ja. Ik ga het nog eens zeggen. Hè. Champions League is de beste competitie in Europa. Dus we moeten daarmee stoppen om te vergelijken met wat ze doen tegen de kleine... Dat was wel tegen Tottenham, dat is ook geen slechte... Ja, maar heb je de goals gezien? Nog niet. Ja, ik wel. Ja. Ik kan je zeggen, het is, als je dan trainer zei van Tottenham... Het was ook een oude goal, hè. 2-3 was het. Ja, ja. Maar de goal die ze binnenkrijgen, hoe dat ze daar verdedigen Tottenham... Maar goed, dat is alle credit voor Arsenal. Maar... Ze hebben dat niet kunnen doen tegen Bayern. Waar ik van vond, op een gegeven moment... Ja, dit Bayern moet je toch uit verband kunnen spelen. Omdat ze heel vaak met Upamecano en met Kim... Ja, nu speelt heel vaak De Ligt. De Ligt die twee. Hè. Maar De Ligt heeft een probleem. Is uitgevallen. Ja, is uitgevallen. Hersenschudding, denk ik. Ja, de knie dacht ik ook. Last van is de knie. Is ook onzeker. Hè? Ja, die is onzeker. Dus, maar die speelt wel op een ander niveau. En die kan ook met ruimte in zijn rug spelen. Dus dat is het grote verschil, vond ik. En dat het defensief beter staat, heeft het waarschijnlijk met te maken dat de decision-making achteraan veel minder risico inhoudt dan als Upamecano speelt. Want die durven al eens... Ja. Maar ze gaan ook, denk ik, tegen Real niet zoveel ruimte weggeven in de rug. Hè. Want wat is de sterkte van Real? Ja. De snelle omschakeling, de snelheid van Vinicius, Rodrigo, noem maar op. Dus ik denk dat Tuchel toch geen uil. Nee. Dus daar toch allemaal rekening gaat mee houden. Hè. Want oké, ook al is het een beetje een mislukt seizoen bij Bayern. Het is toch een goede trainer. Ja, en hij heeft natuurlijk zijn verleden in de Champions League. Voilà. Finale gespeeld, finale gewonnen. Dus dat moet je hem toch nageven. En wat mij en Wim opviel in die wedstrijd tegen Arsenal, was de keuze op de linkerkant. Daar zette hij Mazraoui linksachter en Guerreiro eigenlijk ook een verdediger. Een rij hoger. En dat was heel efficiënt tegen Saka. Die heeft eigenlijk geen bal geraakt. Dus
Wat je aangeeft. Tegen Saka. Ja. Jij bedoelde dat Saka niet tegen Mazraoui speelde? Nee, ik bedoel, de combinatie van die twee, die linkerflank zat heel goed. Ja, oké. Altijd met twee voor Saka bedoel je. Ja, en Guerreiro ook geeft uiteindelijk de assist voor de winning goal. Dus dat je in principe kiest voor twee defensieve profielen ten opzichte van Saka, dat je altijd een dubbele dekking zou kunnen hebben, omdat een offensieve dat veel minder doet. Ja, en dus, wat Frankie zegt, dat hij tactisch wel durft om... Want PSG van Tuchel, die de finale heeft verloren tegen Bayern, is het beste PSG van de laatste jaren geweest. Onder Tuchel. Oké, net niet gehaald. En wat maakte dat zij voor jou het beste PSG waren? Well, dat is wat ik gezien heb. Hè. In die campagne, in die finale. Want dat had ook... Maar was er een bepaald aspect tactisch of zo dat je je nog herinnert? Nee, maar als je dat nu al zegt... Als geheel. Ja, als geheel vond ik dat echt wel goed. Maar... En ze hadden ook even goed... Zij hadden even goed die finale kunnen winnen. Maar tactiek, dat zijn de dingen die je net bespreekt. Tactiek is met Guerreiro... Want wij denken alleen maar logisch, dat is een linksachter. Hij gaat linksachter spelen, Mazraoui gaat... En Kimmich gaat weer centraal, dat was onze eerste indruk. Tactisch is ook dat soort kleine detail-ingrepen doen. Tactisch is niet altijd, we gaan een ander systeem spelen. Nee, dat is juist. Ja. Zoals Ancelotti gedaan heeft, met Rodrigo en Vinicius. Dat zijn kleine tactische ingrepen. En dat heeft toch gelopen dan. Wel, ik hoopte na de wedstrijd daar in de Allianz Arena om Mazraoui te kunnen spreken in het Nederlands. Ik kon er interviews doen. Mazraoui kwam niet. Guerreiro, die de assist gaf, kwam ook niet. En plotseling verscheen daarvoor mijn microfoon Thomas Tuchel. En we hadden het over die linkerflank. It was a goal that came from the left side. Can we say today that you maybe decided the fixture because of your decision to place Guerreiro at the left side? No, it's not and Mazraoui? The decisions are just the car, but the players drive the car. So it's never the decisions. The players step up and the players fill it with life and it's their effort and full praise to them. But a very clever decision, however, to place no, those it's just two. A decision. No. It's just a decision. We were strong. The three of them were strong with Jamal, with Conny and with Nus on the left side. And Rafa Guerreiro, Conny was strong defensively and in this area of the pitch against Ødegaard. So, yeah, we needed it absolutely. Otherwise, you have no chance. Ja, Wesley vindt het mouwvegen wat ik deed, maar ik meende het wel. Ik vond het tactisch goed gezien. Goeie vraag, Nicolas. Ja. Maar van lof wilde hij dus niet weten. Hè? Nee, maar goed. Goeie uitdrukking wel, hè, Frankie? Ja, drive the car. The players drive the car. Hè? I give them the car, but they drive the car. Wat me wel opvalt... Oké, het is sowieso een speciale vogel, Tuchel, dat weten we. Van bij meerdere clubs en meerdere dingen die gebeurd zijn. Maar uit zijn lichaamstaal en ook uit wat hij zegt, niet alleen tegen mij, maar je kunt eigenlijk wel afleiden, ja, hij heeft die beslissing al genomen, of de beslissing is al gevallen. Hij zit al wel deels elders en hij gaat sowieso met een zuur gevoel terugblikken. Stel dat ze nu die Champions League winnen, vraag ik me nog steeds af, gaat hij dan een goed gevoel overhouden aan zijn passage bij Bayern? Ik denk het niet. Ik dacht dat je zou zeggen, gaat hij een selfie doen? Toch zeggen, nee. Er is een petitie gelanceerd vorige week. Ja, hebben jullie dat gezien? 10.000 al. Veel handtekeningen om hem toch te laten blijven. Ja. Maar het zal, snap je wat ik bedoel? Ja, ik weet het. Ja, maar het zal wel... Ja, dat zal ook wel... hoe zeg je dat dan? Een lange neus. Stel dat ze de finale winnen. Champions League, de finale halen en winnen. Ja, we doen het hier toch maar even. Ja. Ik was niet goed genoeg 3 maanden geleden, maar we winnen maar toch of je hem lekker... nu complimenten geeft of niet, hij gaat er nooit op ingaan, omdat hij zich nu zo opgesteld heeft. En, een beetje nederig nu. Hè. Nu is hij nederig, terwijl dat hij... Ja, nederig, deels. Is zijn lichaamstaal ook niet veranderd? Dat valt mij ook op. Allee, goed. Iets meer gelaten, iets meer... Ja, iets meer... En misschien is dat die gelatenheid wel beter, want... Iets meer rust. Was het samen dat we hem gezien hebben, dat hij... De negativiteit dat hij uitstraalde in de Champions League was... Op Lazio. Dan dachten wij, hoe kan dat nu? Hoe kun je nu zo zijn tegen gasten die je niet meer moet leren voetballen, maar inderdaad dat soort kleine details moet aanbrengen? Zult er een beetje zien. Het is vooral people management, maar met de negatieve uitstraling lijkt me dat niet altijd... En toen was de beslissing nog niet gevallen. Hè? Nee, klopt. Op Lazio waren ze verloren met 1-0. Toen dachten wij, Nicola, dat dat niet te lang niet meer ging duren. Hè? Eerlijk gezegd, met dat voetbal later, dat ze toen brachten. Ja. Maar ergens begrijp ik hem zeker ook wel, Tuchel. Want als je ziet in welk klimaat hij moet werken, hebben jullie de uitspraak van Heunis zien passeren? Ik heb dat kan je nog eens samenvatten wat hij zei? Ik heb dat gelezen, Nicola. Ja, Frankie, zijn Duits is zeer goed, moet ik zeggen. Het is ook vertaald. Parafrasen, hè. Jullie Heunis, clubicoon toch, heeft gezegd... Tuchel zou zich beter richten op het beter maken van spelers in plaats van vragen om steeds nieuwe aankopen. Het ging onder andere over die centrale middenvelders voor het seizoen.
Hij voegde er nog aan toe. Hij denkt dat hij van spelers als Davis, Pavlovic en Musiala geen betere voetballers kan maken. Wil alleen nieuwe spelers kopen. Dat was in een Duitse krant. Dus een betrouwbare bron. Duidelijkheid. Ja, dat is een ferme uithaal. Maar inderdaad, jonge spelers kun je nog wel beter maken. Ook al zijn die al goed. Maar ik denk dan vooral zo'n Pavlovic. Hè, dat is een centrale middenvelder, toch? En die krijgt toch kansen van... Ja, die krijgt kansen, inderdaad. Die was ook goed, hè, Nicola, toen we die wedstrijd gezien hebben. Hè? Ja, dat was een van de beste. Goede speler, tegen Lazio terugwedstrijd. Ja. Maar Tuchel heeft gereageerd. Verbijsterd, teleurgesteld. Hij zei, ik ben gekrenkt in mijn eer als trainer. Totaal onnodig toch wat Heunens hier doet op vijf dagen van Champions League match. Het is heel raar omdat je die jonge gasten inderdaad kan je nog verbeteren, kan je nog kneden, ook op, zeker op dat niveau ook nog. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar de gasten die er niet zijn en die niet meer die prestaties brengen. Jongens die heel vaak geblesseerd zijn, jongens zoals Müller bijvoorbeeld, die wel nog zijn steentje kan bijdragen in de groep, maar prestatiegericht toch wat minder is geworden. Ik denk dat het daar aan ligt en niet aan die drie die opgesomd zijn, de namen. Daar kan je nog iets mee aanvangen. Het ging een beetje over de houding van... Ja, het is algemeen ingesteld van Tuchel. Die hij aan de kaak stelt. Constructief is nee, dat niet. Nee, maar goed, de trainer die al weggaat. Dat is ook een beetje de Duitse... Ja, dat is daar altijd zeggen, zo die, geweest. Altijd. Die grote ex-voetballers. Oké, Heunens heeft ook nog toch in het bestuur misschien nog altijd gezeten. Ja, die hebben wel zo... Ja, die durven wel eens uithalen. En inderdaad, het is zeer ongepast op het moment dat, wat ik net zei, de rust wat is teruggekeerd voor heel belangrijke wedstrijden staat. Kan je dat natuurlijk missen als kiesprek. Mijn vraag is altijd, waarom doen ze dat? Wat is het ding daarachter? Wat is de bedoeling? Ja, zoals gezegd, hij gaat al weg. Wat heb je nog te winnen? Ook Lothar Matthäus met Tuchel. Ja. Maar bon, dat is dan een analist die... Ja, dat was ook redelijk dit legendarisch. Dit komt eigenlijk van binnen de club, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nee, dat is waar. Zwat, we gaan wel zien. Harry Kane, mannen, scoorde weer 2 doelpunten. Zit dan 35 in 31 competitiewedstrijden. Hoeveel nog voor het... Nog zes. Lewandowski te evenaren. En nog 3 matchen. Ja. Of is dat over alle competities? Nee, ja, alleen competitie, alleen. Ja, nee, nog 3. Er zit dan 42 goals dit seizoen. Nog 3 matchen, dan wordt het moeilijk. Hè, toch? Ja, dat is een onwaarschijnlijke transfer die enorm gelukt is, persoonlijk. Maar in teamverband dus niet. Hè? Want stel dat die Champions League niet wint, hebben die niks gewonnen. Dat moet eigenlijk in zijn hoofd voor die kerel moet zijn. Maar ik heb niet het gevoel dat hij daar op dit moment last van heeft. Hè? Ik bedoel, hij heeft nu al meer gescoord dan in zijn beste seizoen bij Tottenham. Ja. Maar dat gaat ook wel zijn, ik heb wel ook geen prijs gepakt. Ja, ja maar hij heeft dus persoonlijk gaat hij... Er wordt dat wel gezegd, Nicola, ja, de vloek van Kane. Allee, leuk is dat ook niet, hè? Ja. Nee. Toch? Nee, ook al heb je er misschien... Stel dat hij een record breekt, stel dat hij er 42 maakt, of evenaart, stel. Maar geen titel, geen beker, geen Champions League... Dan heb je dat record. Dat is iets persoonlijk, dat is leuk. Stel dat het wel lukt, wint hij wel de mooiste. Hè? Want ook voor Bayern of nog eens kampioen worden of de Champions League, die kiezen ook voor de Champions League, toch? Oké, ze hebben nog veel werk, maar het zou wel fijn zijn voor hem om dat te kunnen zijn. Ja. Ik zat dus in München en zag Bayern-Arsenal. Maar hoe heeft Real Madrid zich geplaatst? Want ik zag laatste doelpoging van Real... Tegen City. 11, 17. 12e minuut was de goal. Dan hadden ze drie doelpogingen de laatste. Wat is er daarna gebeurd? Maar die hebben alleen maar kunnen en moeten verdedigen. Die zijn er niet meer in geslaagd om nog op de helft van City te komen. Ook niet in de omschakeling. Dus dat was eigenlijk op de 16, min of meer toch. Eigen 16. Ja, eigenlijk is dat jammer voor een voetbalsport. Maar ook het mooie aan de voetbalsport. Het is mooi dat je als minst goede ploeg, ik ga niet zeggen slechtste, maar minst goede ploeg, je toch nog kan kwalificeren. En langs een andere kant heeft Dirk Kuyt dat toen in de studio heel goed benoemd. Hij zei van, voetbal is een lage scoresport waarbij de betere niet altijd wint. En dat was die dag gewoon zo. Ja, titelverdediger City eruit. Frankie, je hebt een paar dagen daarna denk ik ook de Classico gedaan voor de collega's van Eleven. Ja, wat is je daarbij gebleven van Real? Tegenstander
van een ander niveau, toch. Allee, nog van een goed niveau, maar niet van het niveau van City. Maar daar ook toch vooral in de omschakeling gescoord. Hè. Dus ook niet altijd de dominante ploeg geweest. Wel meer aan de bal uiteraard dan tegen City. Maar ook nog altijd met dezelfde mensen. Hè, die ook wel een beetje wat... Wat Wesley daar net zei, toch ook weer tactisch wat anders. Hè. Met Modric opvallend, hoger, Valverde lager. Altijd zo die touch die Ancelotti wel aan elke match geeft, door kleine dingen te veranderen. En uiteindelijk, ik ga niet zeggen op een diefje, want dat is overdreven. Dat is een mooie goal, hè? De winning goal. Ja, maar ja, goed. Zeker. Hè. Van Bellingham. Bellingham, ik vraag me af, wat is daar mis mee? Wat is er? Bijvoorbeeld tegen City kan je niet zeggen van dat verdient. Dat is een raar woord op dat moment. Maar wat is er mis mee als je weet dat je aan de bal minder sterk bent of je wordt weggedrukt om in een bepaalde manier te verdedigen en van daaruit te winnen? Niks mis mee. Ik denk dat de utopie ontstaan is een beetje door het feit... Ja, we moeten bal hebben, we moeten bal, we moeten dominant, we moeten dit, we moeten dat. Ja. Dat vind ik niet. Nee, ook omdat het wel in de traditie van Real Madrid zit om dat te brengen. Ja, akkoord. Maar, je spreekt in het verleden. Dus je pakt iets mee. Maar voetbal verandert altijd. Ja, dat is waar. Maar als het, in België heb je dat toch ook met Anderlecht bijvoorbeeld. Ja. Dan wilden de fans ook nog wat champagne voetballen. Het is wel zo... voetbal is veranderd. Ja, ik weet niet, maar andere clubs zijn niet blijven stilstaan, hè. Ik zag het Barcelona van Romario en Ronaldo ook heel graag, maar dat is ook niet meer. Of onder Messi, of het City van de jaren 90 speelde toen in tweede klasse. Hè. City van nu, dus het is veranderd. En maar, dat is het leuke daaraan. De vraag is wel in die wedstrijd of het een bewuste keuze was of toch gewoon gedwongen door de sterkte van City. Want ik las vooral dat tweede, denk ik. Ja, ik denk het ook, maar ik las ergens dat het verdedigende van Real gebaseerd was. Het was net ervoor, 2 weken ervoor, was het Arsenal City geweest. 0-0. Ja, en dat ze zich wat gebaseerd hadden op die wedstrijd, hoe dat Arsenal dat toen gedaan heeft. Is dat waar, is dat niet waar, dat weet ik niet. Maar inderdaad, het leek er wel... gezien dan. Ja. Als dat zo zou zijn. Hè, Wesley, ik vond nog een leuke analyse, die van Thomas Tuchel nu een paar dagen geleden, dacht ik, op een persconferentie. Hij zei, als je analyses maakt van Real Madrid en de manier waarop ze scoren, en je spoelt 10 seconden terug, heb je nooit het gevoel dat ze gebeuren. Een goal gaan maken ja, in de 10 seconden gebeuren, die daarna komen. En dat is wel een goed punt, vind maar ik. 10 seconden is lang, hè. Ja, maar goed. Ik bedoel, als ze met Vinicius, dat is binnen de 10 seconden. Hè. By the way, als in een omschakelingsmoment, dat is 6-7 max. Hè. Ja, maar het is... je snapt het punt wel. Dat je die goals bijna nooit ziet komen. Je ziet nooit het gevaar. Maar eigenlijk wel, want je moet eigenlijk voor die 10 seconden denken van de vraag is, wat ik daar straks al benoemde, met als je Vinicius in een 1-tegen-1 laat met een minder snelle speler, ja, dan zou ik al eens beginnen nadenken van, is uw restverdediging wel goed genoeg? Maar dat is tactisch, hè, Wesley. Maar je hebt ook gewoon individuele fouten. Ik herinner mij tegen Real. Wordt er niet doorgedekt van achteruit. Tegen Real, zeg ik, tegen Barcelona was het, geloof ik. Wordt er niet doorgedekt van achteruit. Geeft de tijd en de kans om te draaien, dan diep de snelheid krijg je dan. Tegen Real was het een uittrap waar Pedri dan onder de bal gaat. Dus dan, daar heb je ook mee te maken. Natuurlijk. En dan, als je die fouten maakt, dan hebben zij de snelheid en de kwaliteit om je iedere keer af te straffen. Dat zijn de kwaliteiten van Real Madrid, maar waar liggen de zwaktes van de Madrilenen? Ik moet zeggen, ik ben er nog altijd aan het zoeken. Ze kunnen ook verdedigen. Want je denkt altijd, die hebben, van voor hebben ze hun snelheid en individuele actie, en die 3 van voor, of die 4, want als Diaz invalt, die brengt ook iets. Of, dan denk je van maar waar zit nu hun zwakte? Want ze kunnen ook heel goed verdedigen. Dat hebben ze net getoond tegen City, als het effectief moet. De vraag is aan jullie, kan ik nu eens Nicolas de Brabander spelen? Hè? Gaan we ze al opschrijven, Real, voor te winnen? Of, ik denk het niet. Ik ga ze al niet opschrijven. Maar wat dat je wel hebt, zo'n beetje de wisselvalligheid van Lunin. Maar Thibaut gaat klaar zijn, hè? Thibaut gaat klaar zijn. Ja, die gaat mee. Nog niet, hè? Nu... Hij rest mee, hè? Ja, dat weet ik. Maar die spelen tegen Cadiz. Nee. Ja, weet hij. Hij moet eerst. Ja, maar vraag daarover. Stel, hij speelt tegen Cadiz. Zet je hem ook meteen al in de Champions League? Ik zou hem direct zetten. Onmiddellijk.
Ja. Heb je al beelden van de training teruggezien? Hij post soms beelden op de, van ja, de training. En dat ziet er al goed uit, bedoel je? Wacht, nu zal ik de vraag stellen. Heeft het ooit al slecht uitgezien bij Courtois? Nee, jij stelt maar, rare vragen, hè, jongen. Nee, maar er is toch een verschil. Hij gaat er geen flater op zetten. Nee. Op zijn nee, maar er is toch een verschil tussen een competitiematch ja, tegen een van de ploegen in de degradatiezone. En dan halve finale terugmatch ook meteen. Ik weet het niet, hè. Wacht. Nee, maar ja, je spreekt wel over Thibaut Courtois. Nee, I know. Het is niet... zetten, Nicolas? In de finale? Eerst drie, vier competitie. Ja. Ah ja, maar dan, je zegt daarnet dat Bayern en nu gaat hem in de finale zetten. Ja, maar jij spreekt je eigen tegen op één minuut tijd. Ja. Ik zou hem direct zetten, hè. Moest ik... Jij ook, Frankie? Maar... blij dat jij toch iets meer... Maar ja, dus, ja, goed, dat is... ja. Dat is moeilijk van hieruit te als hij zeggen. Fit, ik bedoel, als hij fit is, een keeper... Je hebt Mignolet bij... Jacques Mignolet, dat is ook zo. Ja. Bij Mignolet zat gisteren ook op de bank. Ja. Heeft Haaien daar iets over gezegd? Heb ik niet gehoord. Ja. Ik heb Haaien niet meer gehoord na de wedstrijd. Ja, ik denk... Oké, ik ben het eens met maar je kunt tuurlijk, er wel vertrouwen in, maar als... Courtois zelf zijnde, denk ik dat je het graag hoort. Maar ik denk dat je de beslissing aan Thibaut moet laten. Ja, misschien wel. Goed, gaan we het hebben over die andere wedstrijd. Paris Saint-Germain tegen Dortmund, woensdag. Wes, je gaf het al aan. Ze hebben het in de groepsfase ook tegen elkaar gespeeld. Als ik me goed herinner, heb jij toen gezegd... Dortmund, ja, die gaan misschien zelfs de groepsfase niet overleven. Het was wel de eerste speeldag. En ze verloren kansloos met 2-0. Dus de manier dat is de waarop dat ze daar speelden. Ja. Dat is de context. Absoluut. Ja. En wat is er dan veranderd? In wel, kijk... Was dat september? Ja, we zijn nu op eind april. Klein beetje tijd ertussen. Hè. Ja, ja. Ik bedoel, als ze zo hadden... Maar waarom zei je toen... Wel, omdat... Dat gaat niet goed komen. Wel, omdat ik dat uitleg in het feit van... Ze zijn daar ook al in veranderd, maar ook weer niet. Want van het weekend was het weer... Ja, met de klak daarna gooien, noem ik dat. Zo, dingen doen waar ik van denk van... Je kunt niet één tegen één tegen een Mbappé spelen. Dan heb ik zoiets van... Dan zijn ze niet goed bij je hoofd, want je weet... Dat het één keer gaat gebeuren, dat u voorbij loopt en dat bingo is. Voor de mensen die dat niet weten, ze hebben dit weekend met 4-1 verloren van Leipzig. Was een wedstrijd in het kader voor plaats 4, Champions League plaats. En ze werden een paar keer geweldig uitgecounterd door Leipzig Openda. En Openda. Aha, Luis Openda. En wat is Openda? En Openda is sneller zeer dan Mbappé, dat weten we. Ja, ik zal dat wel graag eens zien. Ik zou het ook wel graag zien. Luis is een heel snel, hè, pas op. Hè. Maar Mbappé... Ik bedoel, dat kan toch niet zijn. Allee, Frankie, als je trainer bent, dan zeg je dat toch niet in je restverdediging. Hummels ja, en Mbappé 1-1. Met nog 40 meter in de rug. Ja, dat kan niet. Hè. Ja. Dat kan niet. Wat herinneren we ons nog van de tweede wedstrijd in de groep? Die eindigde op 1-1. Ik hoor hier altijd van de mannen die dat was blijkbaar een heel goede wedstrijd. Ja. Hè, want dat ging erom. Dortmund kwam daar op voorsprong. Ja. Het ging om kwalificatie. Ja. PSG was zelfs een kwartier ongeveer virtueel uitgeschakeld. Maar het werd dus 1-1. Ze gingen door en zitten nu hier. Maar toen hebben ze blijkbaar beter onder controle. Ja, toen hebben ze... Dat was een heel goede wedstrijd. Maar goed, ik heb ze nu live kunnen zien tegen Atletico. De terugwedstrijd. Dat was echt wel een goede match. En dat begon... We hebben het daar straks gehad over de kwartfinales. Dat was een van de... scenario daar was... Ja, het was 2-0. Atletico kwam terug, 2-2. En op dat moment dacht je echt wel van... Oei, Atletico gaat er hier over gaan. Maar ze hadden echt wel een goede reactie in huis. En wonnen uiteindelijk met 4-2. Met een heel goede Sabitzer. Ook al kreeg Brandt de trofee van Man of the Match van de UEFA. Maar dat was... Ja, niet echt goed gezien van de UEFA, vond ik. Vond Brandt ook zelf, want die zei van... Sabitzer verdient het meer. Maar ja, het is een soort wisselvalligheid bij Dortmund. Wat je wel vaker zag dit seizoen. Daarom ook dat ze nog pas vijfde staan. Hè. Ja, nu... Wat Wouter Laarmans was commentator bij de match van dit weekend. En die zei me, ja, ik had het gevoel, Dortmund speelde niet echt door. Want door allerlei regels kan het zijn dat die vijfde plaats in Duitsland ook Champions League oplevert. En dat ze dat eigenlijk al in hun achterhoofd Nicolas hadden. Kan speelde, dat? Nee, dat kan niet. Nee, maar 4-1 is wel echt... Maar het is ook tegen Leipzig. Hè. Geloof me vrij, er moet een klein mirakel gebeuren. Dat die zich plaatsen voor de finale. De kwaliteit die ik gezien heb nu, de laatste Champions League wedstrijden van PSG tegen Barcelona. Goh, PSG was echt wel... Ja, je hebt zowel de match in Parijs als in Barcelona gezien. Ja. Wat heeft er... Want heenwedstrijd 2-3 voor Barça. Wat heeft er jou vooral... Wel, de efficiëntie van Barcelona was fantastisch in Parijs, want
Peter van de Ment en ik zelf waren daar aanwezig. En hij zei, ja, deze match vind ik nog beter dan de match gisteren Real City. En dat ik zei van, wat? Hij zei, ja, dit is nog beter aan de bal. En de manier waarop dat hier alles tot stand komt, de goals. En dacht ik, amai. Maar als je dan ook nog ziet, oké, PSG maakt er maar twee. Maar hoe dat zij spelen en dan in Barcelona, oké. Door die rode kaart van Araujo. Ja. Maar ze waren toen al beter, een half uur. Dacht ik van, oei, dit PSG gaat er heel kort bij zijn. Als ze dit niveau kunnen aanhouden. Ja. En dat Mbappé altijd meedoet. Want mensen zeggen, oh, maar hij was niet gevaarlijk. En als je dan de Kip leest, dan eigenlijk moet je dat eens doen. Hè. Die jongen die krijgt zo'n drek over zich heen. Maar die is altijd bepalend voor zijn ploeg. Ik begrijp dat absoluut niet. Begrijp dat niet. Als je dat leest... Hè. Dit wordt al een klassiek over Mbappé, want ja, hij gaat naar Real. Hè. Wesley, hij maakt er twee. Hè. Wie is PSG is Mbappé. Ja, natuurlijk. Ook voor de pers. Beetje respect, hè. Ik bedoel, die gasten doet alles alleen bij wijze van spreken. Ook zonder rode kaart voor Barça was het geen probleem geweest voor PSG. Dat kun je niet zeggen. Ja, maar wat was je gevoel toen? Maar dat PSG in twee wedstrijden beter was. Gewoon technisch, tactisch. En dat De persconferentie van Luis Enrique, dat hij dus voor de wedstrijd met Barça zei, ja, wie speelt het meest op zijn Barça's? Ja, ik, met mijn ploeg. Meer balbezit, meer kansen, meer pressing, meer dit. En dat was ook waar. Dat klopte ook. Alleen was de eerste wedstrijd wel 2-3. Dus dat vond ik wel... Maar in de terugwedstrijd waren zij toch heer en meester. En door de rode kaart is natuurlijk de score beïnvloed. Dat is logisch. Hè. Ja, ze hebben zich toch wel in de voet geschoten. Ook met nog een domme penalty-overtreding voor Barça. Maar goed, PSG dus door. Paris Saint-Germain, Frankie Kon, kampioen worden zaterdag in eigen huis tegen Le Havre. Dat is niet gebeurd, hè. Wel gisteren. Ja, door puntenverlies van Monaco. Ja. Door Malik Fofana. Nee. Ja, die maakte de winning goal. Die maakte de winning goal. Ja, maar gelijkspel was ook al genoeg voor PSG. Maar wat mij daarbij opviel, Luis Enrique gebruikte vier jongens al niet. Donnarumma was er niet, Nuno Mendes, Lucas Hernandez en Fabian Ruiz. Bij de rust haalt hij Dembélé en Barcola naar de kant. Maar bracht Mbappé wel. Dat is waar. Maar is dat niet minachting voor het feit dat je kampioen kunt worden thuis? In je eigen stadion, voor je eigen supporters? Dat is wel waar. Gaat daar een dubbel gevoel bij? Ja, dat... Het mooiste was geweest dat ze zaterdagavond kampioen worden. En hij had hoogstwaarschijnlijk wel gedacht tegen Le Havre. Dat het zou volstaan. Speelt tegen de degradatie. Zonder die vier... 3-3 werd het. Ja, het werd 3-3. Gelukkig werd het nog 3-3. Ja, het stond ook een nederlaag 1-3 achter. Ja. En het was heel, heel nipt. Maar goed, dat is toch alles met het oog op die halve finale. Ik snap jouw gevoel. Als trainer ook, je probeert dingen te monitoren. En ik snap dat. Ik zou ook kampioen willen spelen. Maar je denkt, we gaan sowieso kampioen spelen. Dat zit in het hoofd. Dan denk je, we gaan die mannen dat geven. Want dat moeten ze hebben om fit te zijn van volgende week. Die denken niet zoals de pers en de mensen daar rond en de supporters. Die denken, we willen nu kampioen spelen, wat Frankie zei. Ik begrijp dat helemaal. Het zal wel lukken. Ja. Want daar ga je vanuit. Je kan niet als trainer negatief denken. Dus je zet... nog fatsoenlijke jongens op het veld. Je ontneemt jezelf wel een moment van euforie. En van 30, 40.000 mensen in de tribune. Dat is wel waar, maar goed. Dat gaat toch komen, hè. Het is niet hetzelfde, denk ik. En hij maakte zich ook niet druk, hè. Die stond niet, hè. Na de match zei hij ook, we zijn eigenlijk kampioen door dit punt, want door het doelsaldo, dit en dat. Het is ook een speciale vogel, Luis Enrique. Maar ik vind dat wel... Goeie coach. Op de een of andere manier vind ik dat wel goed dat zo iemand nu daar aan het roer staat. Ja. Die zegt, je m'en fout. Ja, ik doe mijn goesting. Eigenlijk, dat is wel klasse, hè. Dat je dat kunt. Maar een beetje devaluatie toch. Totdat ze de Champions League zo omhoog steken en dat ze kampioen... Voor de finale moeten ze al opschrijven. Maar ik hoorde jou daarnet nog een naam zeggen. Daar wil ik even op ingaan, want we zijn er net niet op ingegaan. Ousmane Dembélé die scoorde zowel in de heen- als de terugwedstrijd. En die heeft in een interview ook laten weten dat hij toch wel stappen heeft gezet. Quand t'as l'âge de, quand t'as 20 ans, de 20 ans à 26 ans, il y a énormément de choses qui changent dans ta vie. Tu deviens un adulte qui a des responsabilités aussi. J'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées, que ce soit à Barcelone, maintenant aussi au Paris Saint-Germain. Et voilà, tu prends en maturité, t'es un peu plus calme. Bon, après, même si moi, j'ai pas totalement changé.
mais tu prends quand même un peu plus en maturité. Je l'ai déjà vécu en 2021, de me faire siffler ici à Barcelone, donc ce n'est pas quelque chose qui m'affecte sur mes performances. Voilà, je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets. Scoorde in de heen- en terugwedstrijd, kreeg de trofee van de man van de wedstrijd en liet zich niet beïnvloeden door het fluitconcert. In het verleden dat hij ook al gekregen had als speler van Barcelona. Hij is volwassener geworden, Wesley, maar jij hebt daar bedenkingen bij, precies? Maar als mens weet ik dat niet, hè. Kan wel. En als speler? Die doet nog altijd hetzelfde. In goede zin, of heb je nog altijd veel aanmerkingen? Ik meen het echt, hè. Als je nu die match gaat herbekijken. Hè. Welke? In PSG, ja. En in Barcelona. Het eerste half uur pakt hij geen enkel goede beslissing. Ja, dat is een beetje... Hij dribbelt links, rechts. Ja. Ik zeg het, hij verrast tegenstander, vriend en vijand, maar vooral zichzelf heel vaak. Ik meen dat echt, hè. En ik zie zulke spelers heel graag. Alleen zijn decision-making is zo... Ja, slecht zou ik niet zeggen, maar... Wisselvallig. Wisselvallig is misschien het correcte woord. Maar in die wedstrijden... En ineens, de moeilijkste bal, ik meen het, de goal die hij maakt. De moeilijkste bal trapt hij binnen. En al de rest, wat als simpele afleggers moeten zijn naar een ploeggenoot of een bal ertussen, dat is voor hem blijkbaar moeilijk. Dus wat voor ons het makkelijkste is de beslissing om een goede pas te geven. Dat is voor hem moeilijk, maar hij maakt van het moeilijkste het makkelijkste. Is wel assistkoning bij Paris Saint-Germain dit seizoen, voeg ik eraan toe. En hij scoorde ook 4 goals. Als je 7000 keer dribbelt en voorzetten geeft, gaat hij wel een keer een assist geven. Ja. Ook, ja, maar die kwaliteit heeft hij wel. Hij blijft het gewoon doen. Dat vind ik nou ja, zonder twijfel. Hij wordt niet ambetant als het een hele tijd niet lukt. En zijn ploeggenoten ook niet, Frankie. Op dezelfde manier blijven voetballen. Ja, hebben dat ook niet van. Speelt is die denken van, ja, hij gaat erom beginnen. Hè. We moeten klaar zijn als hem toch eens komt een bal. En dat is ook zo dan. Maar volg je hem dat het inderdaad misschien nooit zal veranderen dan, wat Wesley zegt, dat die wisselvalligheid in zijn spel zal blijven? Hij is nu 27, ja. Dus ja, dan om het tander nog helemaal uit te krijgen, dat lijkt mij... Niet meer het geval. Ik zou dat wel behouden, ergens. Maar hij is onvoorspelbaar, wisselvallig onvoorspelbaar, is misschien nog een betere omschrijving. En dat kan inderdaad heel ambetant zijn voor degene die er moet met voetballen. Maar ja, je kan niet zeggen dat hij geen kwaliteiten heeft. Hij is links rechts, perfect, hij is rechts, snel. Hij kan snel, hij kan dribbelen. Maar het is niet altijd even duidelijk wat er gaat komen. Bijvoorbeeld de penaltyfase. Hè? Bij de penaltyfase in Barcelona, hij controleert een hele makkelijke bal. Controleert hij slecht. Dat je denkt van, wat doet hij nu? Maar, nu komt het, doordat hij zo snel is en Cancelo die denkt, ja, ik kan die tackelen. Ja, ook al niet slim dat je in de 16 meter gaat. Dat is ook niet de slimste, Cancelo. Ja, oké, okay, dat kan niet. Nee, echt waar, man. Echt waar. Kleine ergernis toch bij maar in de Classico was toch ook niet normaal. Nee, maar dan denk je, wat doet hij nu? Je weet toch dat, je tikt die bal weg, Dembélé, die tikt hij dat een buitenkant uit de 16 en hij doet dan een tackle. Ja, dat is door de snelheid van Dembélé. Na zijn slechte controle, dus je doet daar eigenlijk 2-3 dingen dat je zegt, want op dit niveau, hoe kan dat nu zijn? Ik herinner mij vooral zijn vlam met links. Dat was wel een schitterende goal, hè. Ja, en hij scoorde ook vorige week tegen Lorient heel mooi met links, met een plaatsballetje. Ook knap gedaan. Zwat, wie stond er diep in de spits voor PSG in Barcelona? Wie was er centrumspits? Wat bedoel je? In de terugwedstrijd? PSG, ja. In de eerste wedstrijd was Asensio. Ja, dat was geen geslaagd experiment. En in de return, ik ben het nu even kwijt. Het was de Mbappé, denk ik. Die begon diep, Barcola en Dembélé. Ja, okay, ja. Maar daar wil ik naartoe. Wat is de ideale setup voorin voor PSG voor deze halve finales? Maar ik zou, als ik zie de goal dat Ramos maakt dit weekend. Ja, dat was een fantastische goal met de kop. Ja, ik weet niet of je ze gezien hebt. Hij maakt 3-3. Kolomouani is ook een optie, maar die viel weer gigantisch door de man. Dus ja, daar wil ik een beetje heen. Wat is de beste samenstelling? Ja, goed, het is duidelijk. Hè. De drie betere zijn Barcola, Mbappé en Dembélé. Alle drie jongens snel een actie doelgericht. Mbappé is in de tweede wedstrijd dan centraal begonnen, maar die zwerft overal. Hè. Maar Barcola, amai. Ja, ook tegen Lyon. Ja. Onlangs, zijn ex-ploeg, was hij heel goed. Ramos is zo'n beetje, moet ik zeggen, zo'n soort sluipschutter, vind ik dat.
Meer ouderwetse spits, ja, maar ja. Zeer nuttig. Iets statischer. Maar dan moet een van die drie minder eruit. Minder behendig en snel. Ja, tuurlijk. Dan moet je met Mbappé terug naar de linkerkant, wat hij wel fijner zou vinden. Want hij doet dat niet graag centraal. Maar ja, inderdaad. Luxe dus toch wel voor Luis Enrique. Overal. Dat is een serieuze kern dat die hebben. Ik heb hier afgeleid. PSG gaat zeker door. Ben je het daarmee eens, Frankie? Dat is journalistiek weer, hè. Ga je het nu ontkennen? Nee, ik heb gezegd, er moet een mirakel gebeuren. Ja, mirakel. Ja. Nicola, mijn mirakels bestaan, hè. Ik moet PSG kiezen ook, want ik had eerst PSG. Ja. Eh? Nee, Frankie, sorry. Nee, dat is waar. Ik weet dat, hè. Ik had eerst doorgegeven PSG, maar ik had ze dan een keer zien spelen. Ja, ik dacht, god, drie dagen later, ik bel zo Gunther. Ik zeg, pak toch mijn City. Altijd je eerste gevoel volgen. Goed, mannen. Fijne babbel, maar onze tijd zit er al weer op. Is het echt? Is het al Wes, jij gaat naar München morgen? Ja, ik ga naar München met Peter van den Bempt, ja. Veel plezier, zou ik zeggen. Dank Frankie, u. Merci voor je graag komst. Graag gedaan, Nicola. We hebben geen multilife meer, want er is maar één wedstrijd. Één halve finale per avond. Maar we starten wel nog altijd op X Plus Sports om 7:15. Zowel op dinsdag als op woensdag. Dus graag tot morgen. Ciao.